Breda nu. Je weet het meteen. De Broekriem is een landelijk activiteitenplatform voor en door werkzoekenden. Zij organiseerden de workshop Verbinden bij Solliciteren in het Stadskantoor. De workshop werd geleid door burgemeester Paul de Pla. Ja, omdat deze mensen op dit moment op zoek zijn naar werk. En je merkt dat het een groep is die wat ouder is. En dan wil je ze een klein steuntje in de rug geven en een klein beetje op pad helpen. Voor hoe pak je dat nou zoiets aan? Want deze mensen hebben heel veel talenten, heel veel ervaringen. En het zou dood en dood zonde zijn als die mensen die geen plek meer op de arbeidsmarkt zouden kunnen vinden. Nou, dat je vooral heel erg sterk moet blijven geloven in jezelf. Weten waar je sterke punten liggen. Weet ook waar je wat mindere plekken liggen. En dat je goed nadenkt over waarom zou de ander geïnteresseerd in mij zijn. En probeer je dus ook vooral te verplaatsen in die ander. Dat helpt enorm om met andere mensen in gesprek te raken. En om aan een baan te komen is in gesprek raken met de ander eigenlijk een absolute voorwaarde. De Broekriem is een landelijk platform voor en door werkzoekenden. En wij zitten dus in heel veel steden in Nederland. En de eventmanagers die daar dus aan de slag zijn, die organiseren allerlei workshops, net zoals deze dus. Dit is natuurlijk wel het toppertje, maar goed. En dat zijn workshops waar vooral werkzoekenden dus wat aan moeten hebben. En dan heb ik het bijvoorbeeld over LinkedIn, over de sollicitatievaardigheden, hoe pak je een gesprek aan. Allemaal onderwerpen waar we hen dus eigenlijk verder mee gaan helpen in hun hele sollicitatieproces. Want ja, blijkt toch wel dat ze daar behoefte aan hebben. En daarnaast is het ook wel zo dat we ja, voor elkaar met elkaar kunnen sparren over van ja, de situatie, waar zit je in? En je bent niet zielig, je bent geen slachtoffer, maar het is wel fijn dat je met mensen die in dezelfde situatie zitten, ja, dat je er daarmee over kunt sparren. En ja, dat doen we vooral bij de Broekriem. Ja, wat je ook wel ziet als je goed rondkijkt is dat het toch de leeftijd vaak 45 plus is. En dat is toch nog een leeftijdscategorie die lastig aan de slag komt. En ja, ze moeten mij nog uitleggen waarom, want ik snap hem niet helemaal. Maar ja, goed. Blijkt toch wel dat we nog volop behoefte hebben. Want ik moet zeggen, hier in Breda hebben we onze workshops altijd vrij vlot vol. Dus ja, de behoefte blijft bestaan. De workshop gaat over het maken van verbinding. Ik hoop van de burgemeester te leren hoe hij verbinding krijgt met de bewoners van Breda en alle gemeenten daar rondomheen. Hij is nog niet zo gek lang burgemeester, dus hij moet heel veel contacten leggen, verbinding maken met de bewoners. En ik wil graag weten hoe hij dat doet en wat voor resultaten dat hij boekt. Als hij kan aangeven hoe hij het doet, dan kunnen wij die input gebruiken om contacten te zoeken met een netwerk of met bedrijven waar we gaan solliciteren. Ik ben al lang een favoriet van de Broekriem. Ik volg ontzettend veel workshops. Ze hebben een magazine, ze hebben een website en daar kom je dus heel veel informatie tegen. Dus vandaar dat ik hier aanwezig ben. Vooral inzichten te krijgen en misschien dat je onbewust toch bepaalde dingen doet. En dat je daarmee nu denkt, hey, misschien kan ik het de volgende keer weer wat anders doen. En van elkaar hoop ik ook gewoon te leren dat iedereen ook een beetje open is en gewoon zijn eigen ervaringen deelt. Dus met elkaar kunnen leren ook. Ja. Ik vond het lastig in mijn zoektocht naar een nieuwe baan van wat wil ik nou. Dus ik heb een loopbaancoach ook in de arm genomen en die tipte mij van de Broekriem als website community. En die kwam er mee, dus ja, dat was iets van heel leuk om te doen. En dit was eigenlijk de eerste workshop die ik tegenkwam en meteen me ingeschreven, zeg maar, zodoende. Ja. Breda nu. Je weet het meteen.